carnaval begint op vrijdag in Breda. Kielegat en deze mensen zijn er helemaal klaar voor. De komende dagen moet je ze vooral niet bellen. En ze willen heel graag aftrappen deze feestdagen natuurlijk met een overwinning van NAC. Dat al twee keer op rij won, maar hier Colin op de wegtref. Olij met een prima redding. Huurling is hij van Vancouver Whitecaps. Hij heeft twee doelpunten gemaakt, maar moet er meer gaan maken in deze competitie voor Jong PSV. Jong PSV is eigenlijk beter dan NAC in deze beginfase. En dit is een hele mooie, een hele mooie. Antonissen is de maker van deze treffer. Het is zijn eerste goal in deze competitie. En als je er weinig scoort, kunnen ze maar beter allemaal mooi zijn. En ja, met tevredenheid kijkt Ruud van Nistelrooy toe. Want hij ziet dat zijn elftal gewoon veel beter is dan de tegenstander NAC. NAC speelt natuurlijk voor een promotieplaats. Het zijn de nummers 9 en 10. Het verschil is maar één punt in het voordeel van NAC. En hier is weer een kans. En die is weer voor de bezoekers. En die mag er eigenlijk best in, Nigel Thomas. Maar hij gaat er niet in. NAC heeft eigenlijk nog niet de buurt van de Lange bezocht. Hier is Bannes, die doet dat dan wel. En dan is het ook gelijk succesvol. Huurling van Feyenoord scoorde een keer in de beker. Maar nog niet in de competitie. De samenwerking met Hilterman daarvoor in moet nog wat beter. Maar Bannes heeft in elk geval weer water door de leiding stromen. En heeft dan een competitiedoelpunt te pakken. Dan gaan we richting de rust. En hier wordt de bal weer overgetild door Antonissen. Nog altijd. En dat is vervelend voor NAC. Dat voor het eigen publiek speelt in het Radverlegstadion. Maar gewoon eigenlijk niks te vertellen heeft. PSV is de betere ploeg. En kans op kans krijgt. En hier is Colin weer. Het is eigenlijk een klein wonder dat Olij, die al 11 keer de nul hield, hier maar één goal hoeft te slikken. We gaan richting de rust. Eenrichtingsverkeer, nou, dat is wel een aardige weergave van datgene wat er aan de hand is. Hier is Colin Thomas. En daar is weer die spits. Ja, het is allemaal nog niet heel scherp binnen de 16 voor deze Simon Colin. En hoor eens de fluitconcerten die neerdalen op de spelers van Edwin de Graaf. De coach van NAC die dan in de tweede helft toch wat anders gaat spelen. En wat meer druk kan zetten op PSV. Het geluk natuurlijk heeft van die treffer. Dat is een prettige uitgangspositie. En Seuntjes daarin de combinatie vindt. Het schot is er dan wel van Bannes. Maar het blijft voorlopig bij één goal deze avond. Weer PSV. De onderschepping is er. Twee wedstrijden gespeeld. Niet voortreffelijk gevoetbald, maar wel twee wedstrijden op rij gewonnen. En dat willen ze vanavond ook. En voorlopig is PSV toch de ploeg met de kansen. Dit is Dan Tessili, de Amerikaan. Het is weer de beurt aan NAC. Het is weer de beurt aan Bannes. Dit is een aardige aanname. Althans, zo leek het. Maar dan heeft hij toch te veel veld nodig. En hij denkt, ja, ik kon dat vroeger toch heel goed, dat afmaken. Dat heb ik dan nog niet over kunnen brengen op de mannen. Hier is een overtreding. Zo lijkt het in eerste instantie. Het is Comenencia. Maar deze scheidsrechter wil van niets weten. Het is Gerrit. Het is zeker onhandig. Er is zeker contact. En er waren zeker geen kamervragen gesteld als de bal hier op de stip was gegaan. Het is niet gebeurd. En dus blijft het 1-1. En dan wordt NAC wel iets sterker. Malone zegt, geef hem maar hier. Een voorzet die lang onderweg is. En dan heb je altijd bij NAC nog Seuntjes. Die toch alweer voor de 11e keer scoort dit seizoen. Ja, Ligion is binnen het veld gekomen en viert dit feestje mee. Maar denkt, ja, zoveel bier hoef ik niet. Dat laat ik aan Seuntjes. Kijk, is gevaarlijk nog even over dat hek. Maar het komt allemaal goed. NAC dus op een 2-1 voorsprong. Is dat wat tegen de verhouding in? Je bent geneigd te zeggen ja. Maar de wedstrijd, de derde overwinning op rij voor de ploeg uit Breda, is een feit. Zeker als hier nog een derde treffer komt. Kai de Roy is invaller, krijgt de bal van Schuppen, ook als een invaller. Het bier haalt de Roy niet, maar de Roy wel de goal. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in dit volksfeest in Breda. Dat gepaard gaat met drie punten. Je kunt slechter aan het carnaval beginnen.